Er zal vast een betere instructie te vinden zijn op internet, maar ik ga voor jullie nu, specifiek voor jullie experiment met elektriciteit, eventjes laten zien hoe je een mooie grafiek uit Excel kunt halen, compleet voorzien van astitels, trendlijnen, en trendlijn is dus zoiets als een KI-grafiek, hè? Dat is die beroemde vloeiende lijn, en alles wat daarbij hoort, zodat je het keurig netjes kunt kopiëren en plakken in je vlag zometeen. Het eerste wat we natuurlijk moeten gaan doen is om Excel te starten, want in Excel gaan we het zo meteen allemaal verwerken. Ik klik op de startknop en ik tik in Excel en voilà, dan vindt hij hem automatisch voor mij en dan kunnen we hem starten. Goed, Excel is nu geopend. Ik ga deze eventjes dichtgooien, want dit is allemaal rotzooi. En daar zie ik al mijn gegevens, heb ik daar al ingevoerd. Hij is alleen niet zo mooi, want ik zie dat ik hier werk met allerlei andere significante cijfers. Ik ga er eventjes voor zorgen dat er overal hetzelfde aantal cijfers bij staan. Dat heeft een praktische reden. En daar kan ik wel wat dieper op ingaan als je dat wil weten. Maar dat ga ik nu eventjes niet doen. Ik ga er gewoon simpelweg voor zorgen. Ik zie dat ik deze bijvoorbeeld, die heb ik in 3 getallen achter de komma, heb ik die kunnen meten. En die onderste natuurlijk ook. En dan zorg ik ervoor dat er overal eventjes 3 getallen achter de komma staan. Dat doe ik dus met de knopjes die je hier bovenaan vindt. Minder decimalen en meer decimalen. Hier kun je net zoveel decimalen aangeven als dat je in eerste instantie zou willen. In dit geval, we hebben op 3 getallen achter de komma gemeten. Dus ik rond alles af op 3 getallen achter de komma. Nou wil ik hier ook nog eens een keertje titels bij gaan geven en dat ga ik nu doen, maar er is hierboven is niet zo vreselijk veel ruimte. Dus dat kun ik op een paar manieren oplossen. De eerste manier is om de bovenste rij te selecteren, daarna druk je op de rechtermuisknop en dan voeg je een rij in daarboven. Wat ook kan, en dat kan eigenlijk altijd, op het moment dat je nou schuine streep naar voren indrukt en je drukt op I en daarna op R, dan doet hij eigenlijk precies hetzelfde. Dus schuine streep naar voren, I, R. Insert row. Zo bedoel ik dat. En dan heb je natuurlijk ook nog een alternatief. Insert column. En dat is schuine streep naar voren, IC. En dan schuift hij, of dan voegt hij een kolom in. Maar dat hebben we nu niet nodig. We moesten hier titels bij gegeven. We hebben een experiment uitgevoerd. En dat experiment, daarin hebben we... Oh, hij staat nog op kortslok. Hebben we de spanning gemeten in de eenheid volt. En we hebben 2 keer de stroom gemeten. De eerste keer in een constant aan draad. En de tweede keer in een... deze hier is van constant aan. En de tweede keer doen we dat in een gloeilamp. Allebei andere resultaten. Maar we moeten deze dus in 1 assenstelsel weten te krijgen zometeen. En eigenlijk als ik... Dus zo droogjes naar kijk, dan heb ik zoiets van volgens mij kan ik deze tabel, als ik het een beetje slim aanpak, kan ik hem ook zo meteen kopiëren en plakken. Dan hoef ik dat niet 2 keer te doen. Oké, we gaan een grafiek hiervan maken en daarvan gaan we op de horizontale as zetten we de spanning in de eenheid volt. En op de verticale as wil ik daar graag deze stromen die je hier ziet staan uitgezet hebben. Je ziet dat ik nu maar 1 kolom geselecteerd heb. En als ik nou Ctrl ingedrukt hou en ik selecteer die tweede kolom, dan plakt hij hier keurig netjes aan vast. Dus ik heb nou 2 kolommen gemeten, of geselecteerd. En daarvan wil ik nu in eerste instantie even een grafiek maken. Dat houdt het namelijk overzichtelijk als je er eentje tegelijk doet. Ik kan ze ook allemaal tegelijk doen, maar dan weet je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Wat we gaan doen, we gaan naar invoegen en daarna klik je op grafieken en dan zie je hier bovenaan de spreidingsgrafiek staan en die wil ik hebben. En dan staat daar mijn grafiek. Hier zijn al mijn meetpunten keurig netjes uitgezet. Die hokjes zijn niet vierkant. Ja, dat is een eigenschap van Excel. Zou ik me niet al te veel zorgen over maken. Wat ik hier wel in ga doen, is eventjes om astitels toe te voegen. Want dat is misschien wel het meest storende wat er hier mist. Je klikt op het plusje wat hierbij staat en dan klik je op astitels en dan geeft hij automatisch al een astitel, geeft hij weer. Ik selecteer hem en ik schrijf hier, ik kan hem natuurlijk helemaal uitschrijven, dat doe ik nu eventjes. Maar op zich is het ook niet erg als je hier gewoon de symbolen gebruikt. Dat zou natuurkundig gezien niks uit moeten maken. En hier zetten we de stroom in de eenheid ampère. En ik gebruik ze nu ook eventjes door elkaar speciaal om aan te geven dat dat toch niet zoveel uitmaakt. Wat je bedoelt met I bedoel je de stroom. En met stroom bedoel je ook I. Dus die twee dingen zijn gewoon hetzelfde.
Nou, grafiektitel, die ga ik even weghalen. Is op dit moment niet zo vreselijk nuttig, want we gaan ons richten op het invoegen van een trendlijn. En daarvoor selecteer je de gegevens die zojuist zijn uitgezet. Dan druk je op de rechtermuisknop en dan zie je hier de knop staan trendlijn toevoegen. En trendlijn is wat Excel verstaat onder een vloeiende lijn. Achtig. Niet helemaal, maar voor de meeste toepassingen is dit prima. Ik ga hem toevoegen en vervolgens trekt hij voor mij een prachtig mooi gemiddelde lijn tussen al die punten door. Oké, nou, dat is mooi. En dan nu is het tijd voor onze tweede rij metingen, onze rij metingen van de gloeilamp. We zien hem daar al staan. Ik schuif hem even naar de zijkant, zodat we hem zo meteen makkelijk kunnen selecteren. Dit eventjes dicht, anders raken we helemaal in de war. Dus wat er nu is uitgezet, is dus de spanning die je hier ziet in het paarse kader. En wat er in het blauwe kader is uitgezet op de andere as. We gaan hier. Gegevens selecteren. Ik druk nu op de rechtermuisknop en je selecteert de gegevens die we willen toevoegen. Hier heb ik reeks 1 en dat is de reeks die we zojuist hebben uitgezet. Die ga ik even een andere naam geven, want deze is namelijk Constantaan. En nu zie je dus dat we keurig netjes de rij met Constantaan hebben we hier uitgezet. En nu gaan we die tweede rij gaan we toevoegen. En daar klik ik op en dan zie je hier de reeksnaam. Deze gaat over de gloeilamp. En de reeks met x-waarden, nou wat staat er hier op de x-as? Dat is een bepaalde hoeveelheid spanning. En wat staat er hier op de y-as? Dat is een bepaalde hoeveelheid stroom. Die zien we daar staan. En, hij doet het nu verkeerd. Gaan we nog een keertje doen. Hatsvlats, en dat is die. En dan gaan we deze selecteren, reeks met y-waarden. Dat is deze. Even controleren of alles goed staat. Ja, alles staat goed. En daar staat hij. En als het goed is, zijn onze gegevens nu ook uitgezet. Hier gaan we hetzelfde trucje mee uithalen. Deze gegevens zijn nu op de, in een andere kleur zijn ze uitgezet. Dus dat is mooi. Ik schuif hem even naar de zijkant. We gaan hier een trendlijn doorheen doen. En die trendlijn. Ja, is dat nou een nette trendlijn? Als ik hier zo naar kijk. Ik zie hier die oranje lijn. En de helft van die punten ligt erboven en de andere helft van die punten ligt eronder. Als ik hier een vloeiende lijn van zou moeten maken, dan had ik die vloeiende lijn een stuk krommer laten lopen in dit geval. En dat klopt ook. Als je daar naar kijkt, dan zul je dat. Als je daar wat dieper naar kijkt, dan zul je ook begrijpen waarom. Ik ga het nu even buiten het punt, want we zijn bezig met grafieken maken. Dus daar ga ik ook niet dieper op in. Ik kan hier allerlei verschillende soorten trendlijnen kan ik hier toevoegen. Nou, degene die je nooit mag gebruiken is het zwevend gemiddelde. Wat wij meestal gebruiken is namelijk het polynoom, lineair, logaritmisch en exponentieel. Ik zal even laten zien wat er gebeurt als ik op logaritmisch klik. Dan raakt hij in de stress en dan zegt hij dat hij dat allemaal niet kan berekenen. Dus die gaan we in ieder geval niet proberen. We gaan even het polynoom proberen. En bij benadering is dit wel een hele mooie trendlijn. Hij klopt niet, maar bij benadering klopt dit eigenlijk best wel aardig. Dus deze mogen we gewoon gaan gebruiken. Wat nou nog mooi zou zijn als ik hier ergens een kleurtje bij had dat aangeeft dat die blauwe lijn daar, dat dat mijn constantaan draad is en dat die rode lijn daar, dat dat de gloeilamp is. Grafiektitel, ja, die zouden we toe kunnen voegen. Gegevens, ja, dat zou je ook toe kunnen voegen. Foutbalken, nee. Oh, kijk, daar staat hij, daar is de legenda. En dat is ook eigenlijk het advies meestal met computers, hè. Zo van, jongens, probeer gewoon eens wat en kijk wat er gebeurt. Wat ik nou zojuist doe, is natuurlijk wel eventjes wat ik uit moet leggen. Hij geeft hier al aan van in het rood en in het blauw zijn de constantaan en de gloeilamp zijn uitgezet. Nou, het is misschien niet helemaal netjes om dit weg te gaan halen, maar ik vind het eerlijk gezegd wel overzichtelijk. En als je een grafiek maakt, dan doe je dat zodat de grafiek overzichtelijk wordt. Dus ik ga deze dingen, die ga ik eventjes weghalen, omdat het op dit moment eventjes voorbij onze punt gaat. Wat ik doe, ik dubbelklik erop, precies op de plek die ik weg wil hebben. Dan zie je daar zo'n klein blauw blokje zie je daar ontstaan. En op het moment dat je dan op delete of op backspace klikt, dan haalt hij hem weg. En dan hebben we hier in ieder geval eventjes een mooi overzicht van wat er hier allemaal aan de hand is. Nou,
Deze kunnen we overal heen verplaatsen. Ik kan het grafiekveld kan ik groter maken en kleiner. Nogmaals, we zijn bezig met een mooie overzichtelijke grafiek te maken waar we gewoon duidelijke en heldere conclusies uit kunnen trekken. Dus ik ga deze even op een subtiele plaats neerzetten. En ik denk dat het ook makkelijk is op het moment dat ik eventjes de rasters hierachter weghaal. Nou, die rasters kan ik niet weghalen, maar ik kan dit kadertje wat erop staat, die kan ik wel wit maken. En daarvoor gaan we naar, even kijken hoor, tekenen, gegevens, controleren, beeld, ontwerpen, indeling. Ik kan dat niet in Excel, maar natuurlijk kan dat wel in Excel. Hier staat hij, de vormopvulling. En die vormopvulling is eventjes wit en hij plakt er nu een wit velletje overheen waarin hij duidelijk aangeeft, die blauwe dat is constant aan en die oranje dat is de gloeilamp. Oké, nou gaan we Word documentje open, zodat we deze kunnen kopiëren en plakken, want eigenlijk staat alles nu wel heel erg netjes. Leeg Word document. En dan de onderzoeksvraag, hoe kom ik aan uranium? Oh. Dat zou een prachtige onderzoeksvraag wezen, maar het slaat natuurlijk kant nog wal. Maar goed, we moeten ergens iets van tekst erin hebben, dus dan gebruiken we deze maar. Je gaat naar Excel toe, je hebt geselecteerd die grafiek, kopiëren en voilà, plakken. En daar staat hij, mijn grafiek, yay! Jongens, ik wens jullie hier heel veel succes mee. Je kunt deze gegevens, zou je eventueel ook nog kunnen kopiëren en kunnen plakken in je tekstdocument. Misschien nog even een mooi kadertje erbij, want hij heeft hier automatisch een grafiek van gemaakt. En dan kies ik wel eventjes voor deze bijvoorbeeld. En zet hier mooi nog streepjes bij ook. Kijk eens jongens, hier kunnen we van alles mee. Ik wens jullie heel veel succes in het afmaken van je verslag. En nogmaals, ik verwacht dat deze twee dingen er op een automatische manier ingezet zijn. Succes!